Ja, kennen jullie me nog? Hier is Theo Twijfelaar, dat is lang geleden, hè? Kennen jullie me nog? Want ruim 4 jaar geleden had ik die hele grote hit met Als je gek doet kun je wel scoren, hè? En met Theo op pad, massaal werd ernaar gekeken. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, want ik had er geen zin meer in. En de mensen bleven me vragen van Theo, ga toch weer eens een keer wat doen voor de social media. Nou, bij deze, we gaan van start met een nieuwe reeks van de Theo Twijfelaar Show. En we zijn nu te gast bij Radio Halderbergen. Daar ben ik een trouwe luisteraar van, want dan luister ik bijna altijd na. En met name op zondagavond, dan heb je dat hele leuke programma van Kees Heijn en van Gert-Jan. Gewoon Kees en gewoon Gert-Jan, weet je wel. En die weet niet dat ik kom. Ja, ik ben ook hartstikke zenuwachtig, want ik ben een hele grote fan van hun. En we gaan eens even bij hun binnenkijken hoe dat hun nou radio maken. En ik ga ze verrassen, dat is ook leuk voor hun natuurlijk, hè. Gaan jullie mee? Kom, kom. Kijk, de deur staat al open, dat is al interessant natuurlijk, hè. Dan gaan jullie allemaal verder, je allemaal vragen wel. Spannend. Ik zit helemaal. Ik ben bijna in de studio van Radio Halderbergen bij Kees en bij Gert-Jan. Ja, radiostudio. Wat op die kant op. Gaan jullie mee? Ja, dat is al de studio van Radio Halderbergen. Oh, kijk eens hier. Ja, dat is waar bij tijd. Oh, die helft feest. Geweldig om het al te zien, hè. Ja, daar zitten ze. Daar zitten ze. Gert-Jan en Kees Heijn, hè. Kom, kom, kom. Hallo. 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 Hoi. Hoi. Wat ben je blij dat ik jullie weer zie. Is dat geen grote verrassing, beste mensen? Is dat geen verrassing? Wie is dat? Theo Twijfelaar, ik heb het toch nog wel, lang geleden natuurlijk, kennen die zelf een beetje. Theo? Theo Twijfelaar. Theo? Ik dacht voor mezelf, want ik ben een hele grote fan van Radio Halderbergen. En met name van jullie op de zondagavond, hè, dan luister ik altijd naar gewoon Kees en gewoon Gert-Jan, hè. Jullie zijn ook zo gewoon gebleven, dat vind ik wel zo leuk aan jullie, hè. Ik luister altijd naar, ben grote fan van Theo? Theo? Theo Twijfelaar. Theo? Jullie gaan toch nog niet zeggen dat jullie mij niet kennen, hè. Theo Twijfelaar. Nee, ik twijfel er even, maar kom jij niet uit Sappemeer? Uit Sappemeer? Nee, dat hoort mijn broer. Dat is mijn broer in de waar. Is ding niet voor jou, van dans je met mij de hele nacht? Nee, als je gek doet, dan kun je wel scoren. Ken je dat hoor? Dat was 4 jaar geleden, was dat de carnaval zet. Ze weten het echt niet meer, hè. Als je gek doet, dan kun je wel scoren. Nee, dan niet. Heb je op YouTube een hit. Dat was toen wel een bakkeetje toen. Ik heb ook niet zoveel tijd, joh. Ben je dat nou? Ik dacht, ik kom hier lekker aan. Ik We zijn druk bezig met de. Ik dacht, die gasten zo sympathiek waren, dat valt nog even tegen. Hey, maar kan ik ook niet even voor een interview komen? Want de mensen vinden het natuurlijk leuk om mij ook weer terug op de radio te horen. We zijn natuurlijk met een tijdje, want we moeten kijken, wat een kwartiertje moeten wij in de lucht. Dus ik weet niet. Nee, dat is geen tijd. Geen tijd. Nee, ik neem hier gewoon even lekker plaats. Ja. En ik ga gewoon even lekker zitten, want ik wil toch wel jullie uitzending wel even meemaken. Misschien, we hebben niet zoveel zin eigenlijk, joh. Hoe kom je daar? Ik dacht, dat is een leuke verrassing. Ik kom naar jullie toe. Ik dacht, jullie zijn grote fan. Neem deze maar even mee, dat is een cd. Daar word je lekker rustig van in de auto. Lekker mee, we hebben helemaal geen tijd. Hallo, ik dacht dat Halderbergen zo gaan strijd waren. En wat krijgen we nou, kom? Heb ik tenminste nog één penning? Nee, ik wil nou niet netjes van hun hoor. Dat ze jou eruit gooien hoor. Nee, ik dacht, die hebben alle bergen al zo gasvrij. Dat zie je wel, hè. Ja, je wordt gewoon buiten gebonjourd. Maar ik ben blij dat mensen zijn zoals jij, Gerno. Jij bent wel fan van Theo Twijfelaar. Ja, ik wel, hoor. Ik ben wel fan hoor. Geweldig. Nou, dit was de allereerste aflevering van Theo op pad. Ik had niet gedacht dat het zo af zou lopen. Als je toevallig zoiets hebt van een vereniging of een regionaal artiest, dan ben jij misschien in dit geval wel. En je hebt zoiets van, dan kom eventjes lekker bij ons langs en om een praatje te maken, dan komen wij naar jou toe. Mail even naar r.matthijs@hoop.nl. En dit was de eerste Theo Twijfelaar Show. Graag tot de volgende keer.